Ja, zou jij dat nou ook doen? Ja, die vraag krijg ik nou regelmatig. Ja, met dat tanken in Duitsland en over de grens. Ze zei, Harry, zou jij ook gelijk met je auto de grens overgaan? Ja, ik heb nooit in de grensstreek gewoond, vrienden. Nee, dus het zou niet aan de orde zijn. Maar als ik daar zou wonen, maar natuurlijk. Ja, en gelijk, woep, de grens over natuurlijk. Ja, je gaat toch niet, moet je horen. Ik ben getrouwd met Jut. Wat denk je dat die de hele dag doet? Ja, op de kleintjes letten. Ja, dat is de penningmeester. Tuurlijk. Die zegt gewoon elke keer van ja, daar is het goedkoper. Dan ga even daar naartoe, want die hebben een aanbieding. Laatst stond ik in een winkel. Ik zei nou, dit en dat, laten we dit even kopen. Ja, maar dat is ergens anders goedkoper. Ik zei nou, en we staan hier nou toch? Laten we het nu kopen, ik heb er nu zin in. Nee, dat doen we niet. We kopen het dan en dan wacht je maar een dag. Hé. Over zuinig gesproken. Dus als mensen dat doen, dan begrijp ik dat volkomen. Want dan ga je naar Duitsland en dan bespaar je, weet ik veel, 35, 40 of 45 of zelfs meer euro mee. Als je even je tank laat volgooien. Ja, dan doe je dat toch. En dan komt die discussie op gang, vrienden. Want daar komt die vraag ook vandaan. Want die discussie is dan van ja, maar je moet wel een beetje solidair zijn met Nederland. En solidair zijn met de benzinepomphouders en noem het allemaal maar op. Ja, dag. Niks. Moet je solidair zijn met Nederland omdat die zorgen voor die hoge benzineprijs? Kom nou. Natuurlijk niet. Als je het goedkoper kan krijgen, dan moet je dat gewoon altijd doen. En dan kan, die politiek correcte figuren, ja, die begrijp ik niet. Nee, natuurlijk niet. Als je het ergens goedkoper kan krijgen, dan moet je dat gewoon doen. Boodschappen zijn ook goedkoper in Duitsland, dus dan ga je ze daar halen. Dat is toch duidelijk? Ja, dus ik begrijp dat ook allemaal niet. Maar wat ik helemaal niet begrijp, is waarom het in Nederland zo is. Waarom zijn de boodschappen duurder in Nederland? BTW, weet ik veel, allemaal belasting. Waarom is dat? Waarom doen ze dat? En waarom is de benzine zoveel duurder? Waarom is dat zo? Ik bedoel, waarom is het zo dat de Nederlanders in een land leven, waardoor je dus eigenlijk gedwongen wordt om naar het buitenland te gaan, naar een ander land te gaan om te tanken? Ze dwingen je bijna. Waarom is dat zo? Waarom is het niet zo dat je gewoon in eigen land kunt blijven? En dat je gewoon in eigen land kan tanken en boodschappen doen? Gewoon. En waarom? Het had zo moeten zijn, vrienden. Het moet toch gewoon zo zijn dat de Duitsers naar Nederland komen om te tanken. Zo zou het moeten zijn. Zo zou de regering om moeten gaan met de burgers van Nederland.